Goedemorgen, het is maandagochtend. Leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Zoals je ziet op de achtergrond heb ik mijn Sarah bij me. We gaan vandaag iets heel leuks doen met mijn Sarah. Of iets heel nieuws. Oh, niet de paddock in. Mijn Sarah loopt nu al een tijdje met het zadel en het hoofd zo in aan de longe. Vandaag is dan de dag gekomen dat we gaan kijken of we erop kunnen gaan zitten. Ik ga mijn Sarah eerst lekker longeren en dan ga ik haar samen met Robin zadelmak maken. Dus Robin heeft zijn laars en zijn cap bij zich. En dan doe ik hem op de grond vasthouden. Dat wordt dan ook Robin zijn eerste paard die zadelmak maakt. Dus dat gaat helemaal leuk. Ja, precies. Oké, je gaat eerst even allebei de kanten een beetje zo in je beugels sjoren. Dus even zo in je beugels dat we aan mijn Sarah gingen hangen of kennis laten maken met dat er een ruiter bij in de buurt is. Ging echt hartstikke goed, ze was echt heel lief. We hebben in eerste instantie doe ik al de eerste keer alleen een beetje springen daarnaast. Nou, daar gaf ze niet zo heel veel om. Dus Robin heeft ook aan allebei de kanten met één voet in de beugel is die omhoog gegaan. Dat vind ik dan ook voor vandaag genoeg. Anders dan vind ik dat we in één dag drie stappen zetten. We hebben er nu eigenlijk al twee gezet. Dus dan gaan we morgen weer kijken dat we eigenlijk hetzelfde beginnen. En hoe ver we dan komen. Met Eros erachteraan, hè? Staat er een paard in de stapmolen? Goedemorgen, het is woensdagochtend. Rebecca is ook gearriveerd. En we gaan nu even een paar filmpjes opnemen. Maar Jordi staat nu in de stapmolen. Dan doe ik tegelijkertijd Kier eventjes aan de hand stappen. Omdat Major hengst is, zet ik daar geen paard bij in de stapmolen. Zo kan ik toch zo twee paarden tegelijk doen. En dan hebben ze allebei gewandeld. En dan doe ik dat straks omruilen. Dan haal ik Major eruit. Dan zet ik Athos in de molen. Dan doe ik Justy aan de hand wandelen. En daar is Justy. Athosje loopt nu lekker in de molen. En dan doe ik Justy wandelen. En we wandelen zo'n 20, 25 minuutjes. En dan doen we dat vanavond of vanmiddag nog een keer. En dan even kijken of ze vanavond
misschien nog even lekker op de wei kunnen. Goedemorgen en ik ben me aan het klaarmaken, want ik ga even weg. Ik ben al een paar dagen niet zo lekker. Ik heb keelpijn, dat hoor je waarschijnlijk wel. Ik heb een beetje, ja, gewoon dichte neus, een hoesje en ik ben gewoon een beetje rillig. Ik heb geen koorts volgens mij, ik heb ook geen thermometer in huis, dus ik heb het niet gemeten. Maar ja, ik heb wel een beetje warm koud, maar volgens mij heb ik niet echt koorts. Maar ja, goed, ik wil natuurlijk eigenlijk wel gewoon naar de paarden toe een paar uurtjes. Maar dat gaat nu natuurlijk niet, omdat ja, ik kan moeilijk zo tussen iedereen die op stal werkt en alle klanten door gaan lopen. Dus ik ga me nu even laten testen. Nou, dat was nog een hele bevalling. Ik ben gisteren een beetje de hele dag... lekker trillen. Gisteren een beetje de hele dag bezig geweest om zo'n test te regelen. Dus nu kan ik me dus laten testen in Amsterdam. Ik dacht Rotterdam, maar het is dus Amsterdam. Dat is een uurtje rijden. Uurtje voor een coronatest. Maar ja, goed, ik ben toch ziek thuis. Dus heel veel meer heb ik toch ook niet te doen. Goed, lekker verhaal. Ik moet wel zeggen, ik zie er wel een klein beetje tegenop. Want ik voel me echt wel belabberd. Om een uur heen en een uur terug te gaan rijden. Maar goed. Ik ben wel een beetje, ja, ik vind het een beetje spannend. Want ik heb dat gezien en het lijkt me echt verschrikkelijk om dat ding echt ergens hier in je hoofd te krijgen. Goed, ik ga jullie vertellen hoe het was. Nou, even dubbel check of ik wel mijn idee bij me heb. Ik ben natuurlijk echt zo'n, mijn idee, waar is mijn idee? Oh ja, hier. Ik ben natuurlijk echt zo'n chaot die daar dan een uur gaat rijden en dan de idee niet bij zich geeft en dan weer naar huis kan. Let's go. Nou, dat is lastig, ja. Ja, maar je kan ook gewoon door je neus ademen, hoor. Oké. Wat is het probleem? Ja, nee, dus moet ik even. Inademen door je neus, uitademen door je neus. 3, 2, 1. Oh! Ja, dankjewel. Oké, ik vond die coronatest echt verschrikkelijk. Die keel was helemaal geen probleem, maar die neus. Oh my god, ja, nu ik er zo over nadenk. Daan zei tegen mij, ik dacht gewoon, hoe ver kan die staaf gaan? En ik dacht alleen maar, ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil dit niet. Dus nou ja, goed, hè, dat is natuurlijk al een andere mindset. Maar die mindset die had ik even niet. Zit ze weer hoor, in het hoekje van de bank. Ik heb echt zo'n pijn in mijn keel dat ik alleen maar zacht voedsel weg kan werken. Het kan bijvoorbeeld zijn een smoothie. Maar daar ben ik eigenlijk te lui voor. Dus wat doen we dan? Speculaas. In de thee. En dan is het ook gewoon lekker zacht. Ja, echt zo lekker. Goedemorgen, het is donderdag. En ik kreeg net goed nieuws, want ik heb geen corona. Echt super snel. Ik heb gisteren om 11 uur getest. En ik kreeg vanmorgen om 6:30 kreeg ik al een mailtje met dat de testuitslag bekend was. Dus dat is echt top. En ik ben echt heel blij. Stel, ik iets te veel vroeg. Op je buitenkant weer een beetje naar boven zetten. Weer proberen als het kan. Vandaag is de derde dag dat we aan Maizara gaan hangen. Robin begint met het springen ernaast, zodat we kijken hoe het paard op de op- en neerwaartse beweging naast zichzelf reageert. Als Robin zijn voet in de beugel doet, is het belangrijk dat hij begint met zijn teen tegen de singel en op het moment dat hij omhoog gaat, zijn teen wegdraait. Je ziet dat Maizara hier het ietsje spannend vindt. Op dat moment blijf ik haar draaien, dus dat ik wil niet dat ze stilstaat, maar in het draaien wil ik dat ze comfortabel wordt en daar rustiger wordt. Goed zo. Daarna vraag ik Robin of hij iets meer omhoog wil komen, dus iets meer wil doen alsof hij op het paard zit. Het paard aan de andere kant beloont. En dan gaan we dit precies hetzelfde ook nog aan de andere kant doen. Zodat we weten hoe het paard reageert op wat we van hem vragen aan allebei de kanten. En we blijven een beetje ronddraaien totdat we zien dat het paard makkelijk meeloopt. En dan is het voor die dag genoeg. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. En zoals je net hebt gezien, zijn we al lekker bezig. We hebben vandaag voor de derde keer aan Maizara gehangen. En dat ging echt heel erg goed. Ze is echt net zo lief als haar zus Lazara. Die reageerde exact op dezelfde manier op alles.
En Robin gaat hem eventjes lekker afspuiten en dan ga ik lesgeven. Goed zo, Miranda. En blijf zo mooi recht in het midden. Je hakken goed laag houden. Zo, ja. En dan ga je zo, Miranda, kijken door langzaam licht te rijden, dat ze daar weer wat langzamer gaat. Dat je naar de bijna stap gaat en daarna weer door naar voren. Goed zo. Ja, en als je been geeft, dan ga je dan een beetje extra naar voren, hè? Zodat hij wel heel goed begrijpt en dat jij duidelijk aan hem maakt dat als je benen geeft, Robin, dat hij ook naar voren gaat, hè? Dat je niet bezig te geven voor spek en bonen, want dat is zonde van je tijd. Zo, duimen bovenop houden, Sjel. Goed zo. Gaat er genoeg naar voren, Cindy, als je benen geeft? Zo, ja. Goed zo. En steeds kijken of je hals kunt strekken, Miranda. Zo, ja. En weer naar voren, en weer terug, en weer draaien, en misschien zelfs een stukje wijken. Naar de bijna stappen en naar voren. Zo, en iedere keer aan haar vragen of ze die hals wil ontspannen. Het is zondagochtend. Ik kom buiten en ik wil weer niezen. Altijd, als ik binnen naar buiten ga, moet ik niezen. Gisteren is Amber geweest, die heeft Major, Kier en Just behandeld. Die was heel erg tevreden over alle paarden. En heeft ze ook naar wat de paarden nodig hadden losgewerkt. Vandaag is de day after, dan moeten ze even stappen. Ja, wil je ook in beeld? Ja, wil je ook in beeld? En morgen mogen ze aan de lontje. Weet ik eigenlijk niet, ik moet het even van Steven navragen. Lekker aan de longe gelopen en heeft zijn wilde vreugdesprongetjes kunnen doen. Nu even lekker los. Kiertje loopt in de molen, dus ik heb Major gevangen. Draf, Major. Oh, woeste Major. Oh, Major is gek geworden. Oh, wacht. Major was nog wel even een flinke kluif om tot de orde te roepen. Blijf jij eens lopen? Just heeft in de tussentijd dat ik Major aan het longeren was lekker aan het gestapt. Dus die gaan we nu eventjes longeren. Major was duidelijk blij dat hij lekker losgewerkt was. Want die ging ook laten zien hoe los hij eigenlijk was. Mandoontje is nu lekker aan het instappen, dus die ga ik dan hierna longeren. En Mandoontje nog even lekker spelen. Huh? Ja. Dit was de weekvlog alweer. Ondertussen voel ik me wel weer iets beter. Gelukkig maar. Het is niet onze beste week qua filmen. Maar ja goed, voor Daan met de paarden alleen en ik ziek thuis. Niet de ideale situatie. Maar dat is wel hoe ons leven deze week was. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En hoop jullie volgende week weer te zien. Vergeet niet even te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer.